En de politieke partij Pirjaya Luhur heeft vandaag aan de Bommaweg haar eerste volkswinkel in Wanica geopend. Bronto Somaharjo, lid van de partij, zegt dat PL juist in deze moeilijke tijden haar sociale kracht wil etaleren. De partij heeft volgens hem ook voor de verkiezing getoond hoe sociaal zij is, doordat er toen reeds enkele volkswinkels waren geopend. De bedoeling van deze winkels is om de basisproducten goedkoper te verkopen aan de samenleving. In onze winkels kan je basisgoederen tegen de kostprijs krijgen. Zo hopen wij de mensen die in de moeilijke tijden zitten tegemoet te komen. Ja. Nou, we hebben al een hoofdwinkel bij het partijgebouw. Dat is de basis. Daar is onze hoofdcenter. Landelijk proberen we tot 20, 30 van deze volkswinkels weer te komen. Nogmaals, we hadden dat al voor de verkiezing en nu pakken we dat weer op. Want wij zijn geen verkiezingspartij. Een dag voor de verkiezing gaan wij werken. Wij werken vanaf dag 0 tot en met de volgende verkiezing weer door voor het volk. En dat was dus Bronto Somaharjo. Nee, Paul Somaharjo, voorzitter van de Pirjaya Luhur, zegt dat het niet de bedoeling is om winst te maken met deze winkels, maar om het volk tegemoet te komen. Want hoe ga je winst maken? Dingen zijn zo duur geworden. Het kan niet anders, niet dankzij deze regering, maar dankzij de vorige. Omdat de vorige regering alle dollars hebben opgesoupeerd. We hebben geen dollars meer en we importeren dingen. Als ik vertel dat tomaten, olie, 2 maal zijn verhoogd en dan kunnen we niet eraan doen. Wat wij hebben gedaan is de kostprijs naar het volk toe te brengen. Dus we zijn eigenlijk een bemiddelaar. De goederen komen naar hier en direct naar het volk. En dat was dus Paul Somaharjo, hij is voorzitter van de Pirjaya Luhur. Met besparingen op de vrachtkosten en arbeidskosten kunnen de prijzen laag worden gehouden. De PL wil in de toekomst, wanneer ze meer winkels heeft, zelf de producten gaan importeren.